Niets is erger dan 200 kilometer van je woonplaats zijn. Je club is aan het spelen. Je ziet op teletext in de 89ste minuut 0-1. DVS 33 tegen Huizen. Oh, Roeland. Wat heb je me lang in spanning gehouden. Ofwel de spelers. Ja, het mooiste hebben we voor het laatst bewaard, hè? Dus het was 91ste minuut, dacht ik, in de 95ste minuut. Dus heb je toen nog een keer gekeken? Of? Ik kon het bijna niet geloven, maar ik was wel zielsgelukkig. Ja. En ik heb daarna ook werkelijk fantastisch zitten drummen en zingen. Mooi, mooi. Dankzij het eerste van DVS. Mooi, in Duitsland toch? Precies, dankjewel Roland. Roland, ik heb afgelopen donderdag nog even naar de training gekeken. Toen viel me op dat je behoorlijk vaak de boel stilzette. Omdat je bevraagt spelers dan ook en zo. En daaruit bleek mij toch dat sommige dingen nog niet helemaal begrepen worden. En kwam dat er zaterdag een beetje uit tegen Huizen? Nou, kijk, donderdag ging dat om verdedigen. En het leukste is natuurlijk om de bal te hebben. Dus als je gaat trainen op verdedigen, dan is dat over het algemeen wat minder leuk voor een aantal. Maar goed, het hoort er wel bij. Dus je probeert steeds maar weer een manier aan te geven waarop we willen verdedigen. Zodat je het eigenlijk in één keer goed gaat doen. Dus doe je het in één keer goed. Hè? Dus de bal afpakken van de tegenstander. Dan kost je dat gewoon een hele hoop energie. Dus wij willen over het algemeen veel de bal hebben. Dat blijkt ook uit de statistieken dat wij gemiddeld zo'n 65% tot 70% de bal hebben tijdens de wedstrijd. En dat kun je dus omhoog krijgen als je dus ervoor gaat zorgen dat je momenten dat je de bal niet hebt, dat je hem nog sneller gaat terugveroveren. En daar moet je dan op trainen. En we hebben ook getraind op plan B, zeg maar. Als we er niet doorheen komen, dan gooi je Beziel in de spits. Dat heeft wel gewerkt. Dat heeft inderdaad gewerkt. Nou heb je het toch over verdedigen. Ik heb ze nu naar het idee dat DVS wel eens wat venijniger zou kunnen verdedigen. Soms denk ik van, ze doen het allemaal zo netjes. Hè? Dat blijkt ook wel. We staan helemaal onderaan in het kaartenklassement. Dat heb ik van de week de spelers ook nog weer gezegd. Van dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Volgens mij hebben mijn teams over het algemeen weinig kaarten. Krijgen die weinig kaarten. En dat heeft vooral te maken dat we gewoon veel de bal hebben natuurlijk. We hoeven in de wedstrijd weinig te verdedigen. Maar de momenten dat we moeten verdedigen, dan moeten we het goed doen. En wat is dan venijnig weer? Hè? Dat is weer hetzelfde. Dus een beetje van, af en toe hoeft het niet zo mooi. Hè? Zoals afgelopen zaterdag ook. Dan kan Beziel er ook voor kiezen om die bal gewoon weg te rammen. En dan komt het hele team weer terug in de organisatie. En dan staan we ook weer goed. Hij koos in dit geval voor om Roald aan te spelen. En dat begrijp ik aan de ene kant wel. Maar dan moet het wel 100% goed zijn. Dan moet hij aankomen. Anders kom je weer in de problemen. Ja, precies. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Hoor. Met de verneinigen. Niet zozeer je tegenstander omver rossen. Maar ze nu dan ook die bal gewoon wegrossen. Ja, nee, dat klopt. Soms is dat wel even het beste, ja. Oké. Contractbesprekingen. Dat begint langzaam maar zeker actueel te worden. Hè? Oktober, november. Ik zie al je gezicht wel. Oh ja, daar heb je ze weer. De pers. Is dat wat jou betreft ook al een beetje gaande of niet? Nee, is nog niet gaande. En dat vind ik ook nog heel vroeg, hoor. Dat is echt heel erg vroeg, ja. Ja, nee. Volgens mij heb ik gewoon... dat weet ik ook niet. Ja, volgens mij heb ik hier een afspraak dat we rond december pas altijd gaan evalueren. Of niet evalueren, maar dat dan een bespreking is. Maar daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. We zijn natuurlijk wel heel vroeg begonnen dit jaar. Dus het lijkt dat we nou al lang onder... We zijn ook wat langer onderweg natuurlijk, omdat we vroeg begonnen zijn. Maar ik ben er nog niet mee bezig. Het is oktober, dus... Precies, daar zeur ik ook niet meer verder over dan. Is goed, hè? Oké. Dus, nou, even over de ontwikkeling, hè? Want ik dacht, Harkemaarse Boys, Rijnvogels, daarvoor Rijnsburgse Boys, drie goede potten. En dan denk je, dan hoop je dat die ontwikkeling dus ook gewoon steeds doorgaat, hè? En dan stokt het. Hoe kan zoiets? Ja, dat is voetbal natuurlijk. Ja, het is dan weer de vraag van stokt het of stokt het niet. In mijn ogen niet. Want ik vind dat we juist tegen Almere gewoon een hele goede eerste helft hebben gespeeld. En dan is het verklaarbaar, tenminste na de hand is het wel verklaarbaar waarom we de tweede helft slecht hebben gespeeld. Vooral omdat we dus niet goed in de organisatie bleven. Andere dingen gingen doen.
als je kijkt naar afgelopen zaterdag, dan heb je gewoon te maken weer met een totaal andere tegenstander die een totaal andere manier van spelen heeft. En daar moet je dan ook weer een antwoord op hebben. Nou, dat hebben we een aantal keren wat minder gedaan. Maar ja, je kan ook zeggen van we houden het de hele wedstrijd houden we het goed vol. Dus de eerste helft zijn we geduldig. We creëren een aantal mogelijkheden. Je moet natuurlijk niet op achterstand komen. Dus de tweede helft kun je weer gewoon kijken van ja, we staan daar slecht te verdedigen. Doen we niet goed. Dus je moet tegen zulke ploegen wel de nul houden. En dan moet je gewoon tempo blijven spelen. En we zullen het tempo nog wel wat hoger moeten gooien. Maar je kan ook zeggen, over de hele wedstrijd gezien. We krijgen op een gegeven moment, dus kun je zeggen van ja, kan een tegenstander het dan wel volhouden? Hè? Dus wij zijn nu in organisatie gebleven, vond ik. Hè? We konden wisselen, dus we konden nog twee frisse spitsen inbrengen. In de rust Benjamin erbij gebracht, we hebben Denis Sebast erbij ingebracht, we hebben Rico erbij ingebracht achterin om nog wat meer vanuit de opbouw te kunnen inschuiven, maar ook de opbouw nog wat beter te krijgen. Wat sneller diepte kunnen spelen bijvoorbeeld. Dus dan kun je ook met de groep jongens kun je nog wat veranderen. En dan ga je dus de hele wedstrijd door en dan zie je dus dat de tegenstander het niet kan volhouden, want die gaat dus een overtreding maken. Daar komt een penalty uit. Of die handsbal komt een penalty uit. Maar ja, ook kijken naar de manier waarop. Hè. Daarna krijgen we weer een penalty. Dus moeten hun weer aan de noodrem. Tot twee keer toe eigenlijk aan de noodrem trekken. En dan zie je eigenlijk bij hun ook van, hey, misschien valt er wel wat te halen. Hè. Het is dan 1-1. En zowaar komen hun er dan in één keer helemaal uit. Er schiet dus ook nog een bal op de lat wel in die fase. Maar wij hadden daarvoor dus ook wel die penalty gemist. Dus mensen gaan ook weer als. Maar dat telt niet. Wat wel telt is gewoon dat hun uit die organisatie waren ook eventjes. En dat zijn ze ook bijna de hele wedstrijd niet geweest. Dus eigenlijk op het einde waren ze even uit de organisatie. En wat doen wij? Snelle kanten, snel eruit. Eindelijk goed de ruimtes benut en kunnen benutten. Ja, en we maken de winnende. Dus je kan daar ook wat van zeggen dat het team juist door is gegaan tot het einde. Met dezelfde manier, op dezelfde manier hun discipline houden en dingen uit blijven voeren. Roland ter Berge betekent controle houden. En ook in de basisopstelling zie je een soort toch controlerende basisopstelling met Frank Heus, met Maurice en zo. Maar weinig reuring voorin. En dan komt Benjamin, Roemion erin en Denis Sabas. En opeens is de reuring. Waarom niet van het begin af aan? Nou ja, je kijkt van week tot week kijk je en je kijkt wie er goed functioneren. En Frank heeft een aantal keren daar heel goed gefunctioneerd. En we hebben Maurice ook een aantal wedstrijden op 10 gehad. En dat ging ook gewoon goed. Dus we hebben daar wat mogelijkheden in. En dan kijk je gewoon wat ben je nodig. En Benjamin is nog niet fit genoeg om 90 minuten lang te spelen. Dus dat betekent als je hem opstelt moet je hem vaak of moet je hem waarschijnlijk wisselen. Dus in dit geval kiezen wij andersom ervoor om hem te brengen. Hij heeft van de week 60 minuten gespeeld trouwens in onder 23. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, en wat betreft de andere spitsen. Ja, het houdt elkaar natuurlijk ook wel een beetje scherp zo. Dat is ook lekker. En dat geldt ook voor andere posities.